Hi, ik ben Maarten Vullings en vandaag wil ik jullie laten zien hoe je op een eenvoudige manier eisen uit een specificatie in Geletics kan zetten. Ik heb hier een eisenspecificatie van ProRail VND Vaco en deze wil ik gaan invoeren in Geletics. Het gaat hier bijvoorbeeld om eis 14 met een stuk tekst en ook een verwijzing, dus die bijlage, naar een basisspooropstelling. Deze staat hier. Nou, deze basisspooropstelling die heb ik ook al opgeslagen als een JPG op de harde schijf. En die kan je dus ook invoeren in Geletics. Nou, we gaan naar die eis 14. In dit geval kopieer ik even deze tekst. We gaan naar Geletics toe. Dit scherm zul je zien als je dus ingelogd bent. Ik ga naar klanteisen. Ik ga naar de klanteisen invoer, dus het invoerscherm. Het voordeel van het invoerscherm is dat de eisen altijd gesorteerd staan van hoog naar laag. Dus het laatste nummer dat is aangemaakt, de laatste eis, die staat altijd bovenaan. Als je met de rechtermuis bovenop de balk klikt, klik op create. Dan kan je dus een nieuwe eis aanmaken. Ik kan hier de naam opvoeren op een dienstregeling. Noem het dan basis spooropstelling. Nou, in dit geval heb ik dus de eis een naam gegeven. Ik kan hem dus een concept eisomschrijving geven en een definitieve eisomschrijving. Nou, in dit geval wil ik meteen dat die definitief is. En ga ik hier de definitieve eisomschrijving in plakken. De eis is gesteld door ProRail Vervoer en Dienstregeling. Door te dubbelklikken op dit. Op de initiator hier kunnen we dus de initiator selecteren, in dit geval dus ProRail Vervoer en Dienstregeling. En het contract waar het bij hoort, of de specificatie, in dit geval heel het contract, maar het is in feite een specificatie, dat is de CRS ProRail project PRS Rijswijk Delft-Zuid. Nou heb ik dus de basisgegevens van deze eis ingevuld. Als ik nu meer gegevens van deze eis wil invullen, dan kan je het beste op de naam klikken met Ctrl ingehouden en dan wordt er een nieuw scherm geopend. Een nieuw tabblad en hier zie je dus alle informatie die bij deze eis behoort. Nou, we hadden inderdaad ook een plaatje, dus het plaatje kunnen we hier gaan toevoegen. Onder afbeelding hier, als je daarop dubbelklikt, dan kan je dus hier rechts op het mapje de afbeelding selecteren. Nou, in dit geval had ik hem op mijn D-schijf gezet, een JPG afbeelding. En die kan ik dus hier uploaden. Nou, wat Geletics dus slim doet, is dat hij meteen een verkleinde afbeelding hiervan maakt. Dus nu zie je dat de afbeelding hier getoond wordt. Maar wil je hem vergroten, dan kan je daarop klikken. Als je hierop klikt, dan zie je dus dat hij in een nieuw venster weer de grote afbeelding hiervan toont. Dus zo hebben we op een eenvoudige wijze snel de eis ingevoerd. Een omschrijving gegeven. Hier kunnen we eventueel nog een toelichting geven. Nou, als we even teruggaan naar de specificatie, dan zag ik hier bijvoorbeeld dat hier nog wat toelichting gegeven werd over de halteringstijden van de verschillende treinen. Nou, als we deze informatie willen meenemen in de toelichting, dan kunnen we die hier invullen. Op deze manier is dus heel snel een aantal basisgegevens in te vullen van deze eis. Als we nu verder willen met een nieuw eis aan te maken, dan gaan we in principe weer terug naar dit scherm en kunnen we dus snel weer een eenvoudig een nieuwe eis aanmaken. Dat was het.